Vandaag beginnen we een spoorloperscampagne van ProRail. Daarmee willen we de reizigers, maar ook de mensen die naast de spoor lopen, een stukje bewustwording meegeven. Wat nou de gevaren zijn en welke gevolgen eraan vastzitten dat er mensen naast de spoor lopen. Als ik op een camera een spoorloper zie verschijnen, dan ga ik eerst even kijken of ik een boa in de buurt heb. Die ga ik er dan heen sturen. Die boa die gaat dan de persoon proberen aan te spreken. En die gaat uitleggen waarom het zo gevaarlijk is dat de persoon daar loopt. En dan wordt er eventueel een bekeuring uitgeschreven. En de persoon moet zo snel mogelijk van de ProRail-grond afkomen. Zo voorkomen we vertragingen en onregelmatigheden naast het spoor. Ik zie daar een spoorloper lopen. Het gaat om een man, donker gekleed. En hij loopt vanuit Eindhoven richting Weert. Goedendag meneer. Hebt u toestemming hier te lopen op ProRail-terrein? Ja, ik wil even een stukje ticket in, dat is voor de meest veiligheid. Ik vind het belangrijk omdat het besef moet zijn bij de verdachte in dit geval. Dat het gevaarlijk is. Je moet ook vertellen wat die machinist ziet en meemaakt. Er zijn veel verschillende soorten spoorlopers. Je moet denken aan een spoorloper die een verkorte route naar zijn werk neemt. Je hebt mountainbikers naast het spoor. Je hebt ook motocrossers naast het spoor. Maar je hebt ook een grote wandelgroep die een wandelgebied bewandelt en daardoor een spoor oversteekt. De mensen zijn meestal niet bewust van de gevaren. Sommigen zeggen ik loop al jarenlang hier mijn hond uit te laten en die beseffen dat helaas niet. Maar als ze ons gesproken hebben, beseffen uiteindelijk wel dat het gevaarlijk is en dan doen ze het nooit meer. De gevolgen zijn ruim 1,4 miljoen boze treinreizigers per jaar missen hun aansluiting. 3 uur en 20 minuten vertraging per dag. 2774 machinisten per jaar krijgen de schrik van hun leven. En 12.045 vertraagde treinen per jaar. Het aantal spoorlopers moet echt teruggedrongen worden.